Het Formule 1 seizoen is dan eindelijk weer van start gegaan met de testdagen in Bahrein. In deze social nemen we je mee langs de leukste post van de coureurs rondom de driedaagse test. We trappen hem dit keer af met een hereniging tussen Lando Norris en Carlos Sainz. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vergeet het dan zeker niet te doen. Druk even op de grote rode knop onder deze video. Op die manier krijg je altijd een update wanneer wij weer een gloednieuwe video hebben geüpload. Laten we doorgaan met de video. De wegen van Carlos Sainz en Lando Norris die scheiden afgelopen seizoen, doordat de Spanjaard naar Ferrari vertrok natuurlijk. De twee ontmoeten elkaar deze week weer op de golfbaan en zo te zien heeft de wisseling van de wacht bij McLaren weinig invloed gehad op de vriendschap van het duo. Ze kunnen het nog altijd uitstekend met elkaar vinden. En een beeld die we de afgelopen maanden meermaals voorbij hebben zien komen. Max Verstappen die zich helemaal in het zweet werkt op zijn balkon / thuisgym. Nou, vlak voor vertrek naar Bahrein stond er nog een pittige training op het programma en moesten de sportschoenen van sponsor Puma, dit is niet gesponsord trouwens, weer aan. De schoenen die zijn gemaakt voor het hardlopen, maar ook voor andere doeleinden. Ja, zo ervoert Verstappen tijdens de voorbereiding op het seizoen. We zijn net zoals jullie razend benieuwd naar het allereerste seizoen van Mick Schumacher in de koningsklasse van de autosport. Het is een eerste stap van Schumacher in de voetsporen van vader Michael. Nou, Mick die was vrijdag aan de beurt en beet het spits af namens het team van Haas. Zijn eerste meters over het circuit in Bahrein waren onbeschrijfelijk. Dat laat hij in ieder geval via Instagram weten. Nou, wat verwacht jij van Mick Schumacher dit seizoen? Laat het weten in de comments hieronder. Voor Fernando Alonso zal deze dagen veel via de automatische piloot gaan. De tweevoudig wereldkampioen is natuurlijk een oude rot in het vak. Ja, en bereidt zich al meerdere keren voor op een nieuw seizoen. Via Instagram laat hij zijn volgers meekijken bij een fotoshoot voor de nieuwe helm waarmee hij aan de start zal verschijnen. En de missie van Lewis Hamilton, wat de kroon op zijn carrière moet gaan worden, is in Bahrein begonnen. Wint Hamilton dit jaar opnieuw het kampioenschap, dan krijgt hij 8 titels achter zijn naam. De Brit hoeft dan niet langer meer opzij te kijken, maar alleen nog maar naar beneden. Dit jaar wil Hamilton zich tot de allerbeste coureur uit de geschiedenis van de sport kronen. Wat denken jullie? Gaat het hem lukken of is het de beurt aan iemand anders? En Hamilton kan ook dit seizoen weer beroep gaan doen op zijn trouwe kombaan Valtteri Bottas. De Finn die kan hem altijd wel een beetje bijhouden en op hetzelfde niveau komen, maar weet hem nooit echt de baas te zijn. Dit jaar kan het natuurlijk helemaal anders worden. We laten ons natuurlijk graag verrassen. Wat denk jij? Heeft Bottas een beetje kansen dit seizoen? En zeg nou zelf, dit is toch best wel een giftig exemplaartje, of niet? Nou, niet dat je met een opvallende helm de races kunt winnen, maar hey, dit ziet er toch best wel vet uit. Dit is namelijk de helm waarmee Carlos Sainz aan zijn avontuur voor Ferrari begint. Daniel Ricciardo en Lando Norris die zullen dit jaar ook een gooi gaan doen naar de titel van het meest komische duo van de grid natuurlijk. Eigenlijk hebben ze die al bij voorbaat gewonnen. We sluiten deze social wall dan ook af met de vrolijkheid van de McLaren-coureurs. En goed, dat was hem dan, de GP-fan social wall van deze week. Leon, onwijs bedankt voor het zoeken van de socials en jij bedankt voor het kijken. Wil je niets missen van al onze content? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je gewoon weer bij een gloednieuwe video hier op GP-fans. Hoi!